Live Access en Web Channel presenteren Nike Live Access Awards. Met Daan, Mint, Pitch, Green Morgan, Kip, Pietje en de Bimbo. En de Pamon Silence Attacks, ADX en Taito. Check nightliveaccess.com voor alle info. 11 februari, dat is Amsterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via Ticketservice Nederland. Ik kijk even naar de producent Duncan Eilander en hij heeft weer een aantal mensen naar voren geschoven. Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn Mint? Ja. Oh, jullie moeten zo op gaan treden. Wat lief. Jullie moeten zo op gaan treden nu. Ik ben een luttele... Nou, dan doen we even een kort interviewtje van 5 minuten. Daarna, na 5 minuten, dan even iemand anders en dan kunnen jullie ondertussen on stage. Hey, jullie hebben vorig jaar een van de allermooiste popplaten gemaakt, vind ik dan zelf. Ik las dat die ook gereleased is in de Verenigde Staten en in Canada. Zijn dat voortekenen van grootse gebeurtenissen voor Mint? Laten we hopen. Nee, die plaat heeft daar heel goed gedraaid eigenlijk. Veel op de radio geweest. Wat ons betreft mag er nog wat meer zijn. Heb je dan bijvoorbeeld ook een promotor die al die college radio stations afgaat om die plaat flink te pushen? Er is een label in Amerika mee bezig, dus dat is een beetje ver van ons bedshow wel, maar ja, het is wel plezant natuurlijk. Toeren daar? Dat is duur. We zijn met veel volk in de band en dan nog een paar techniekers mee, dus het zal wel zien. Maar het zal wel chic zijn. Hè? Volgende keer. De volgende keer bij het nieuwe album? Ja, daar gaan we er helemaal voor. Hè? Daarover gesproken, zijn jullie al concreet bezig met een nieuw album, met nieuwe songs? Ja, nu stel ik samen met de band aan het repeteren op nieuw materiaal. Ik heb zelf al redelijk wat demos gemaakt, dus het is de bedoeling dat we in augustus gaan opnemen. En dat dan plaat in het najaar of begin 2008 zou uitkomen. Van de zomer, de zomerfestivals. Jullie hebben in België natuurlijk ook fantastische festivals. Rock Werchter, Doer. Wat staat er op festivalgebied te gebeuren met Mint? Dit jaar iets kalm. Vorig jaar heb ik op alle grote festivals gespeeld, dus dat gaat goed. Dat gaat goed, gewoon dit jaar weer. Een aantal die we vorig jaar niet gedaan hebben en dan het jaar daarop doen we die andere weer. Oké. Ik wil het hier even bij laten. Of Anton? Anton, heb jij nog een vraag aan Mint? Ja, heel kort. Jullie spelen voor de zoveelste keer in Nederland. Krijgen jullie een beetje voet aan de bodem hier of begint dat dit jaar te komen? Dat begint te komen, denk ik zo. Ik heb een... We vinden het in ieder geval heel plezant om hier te spelen. De zalen zijn meestal heel goed. Het publiek reageert ook, dus ik denk dat we wel stilletjes aan een voorzichtige voet aan de grond krijgen. Maar er is nog wel wat werk. Nederland is ook groot, eigenlijk. Dus, veel plezier vanavond in ieder geval. Okay, merci. Okay. Ja, mensen loopt nu richting het podium. Zij gaan zo dadelijk zo rond... waar is de camera? Daar is de camera. Rond 6:30 gaan ze hier optreden. Het is nu 6:55. Ik weet niet of wij nog een andere artiest hier bij de microfoon kunnen krijgen. Anton, zie jij nog iemand rondlopen? Iemand van Textures. Misschien kunnen wij Textures hebben.